Geen straatvechter, maar altijd zwevend boven de partijen. Een harmonieus bestuurder. Het vlees geworden harmoniemodel. Dus een beetje pappen, een beetje nat houden. Hoe is het ermee? Ja, alles goed. Maar aan het eind van zijn loopbaan bekende hij kleur. Af en toe deed hij mee aan de hype alsof het oorlog was in de stad. Terwijl het natuurlijk volstrekte onzin is. Dat was allemaal van A tot Z repressie. Ooit opstandige puber, later het toonbeeld van fatsoen. Het beeld is, nou ja, de man, de heer. In profiel, Ivo Opstelten. Altijd een heer. Het begint 's ochtends om 8 uur. En dan heb ik altijd even shake hand met de stad. Moet even de feeling hebben en dan, ligt er goed bij. We gaan aan de slag en dan ga ik weer naar binnen. Doen we de deur dicht en dan start het. Nou, dag, hoe is het? Ja, alles goed? In de nieuwe stad te zijn. Ja, zeker, fantastisch. Hey, hallo. Ja, dag, hoe is het ermee? Mooi, alles goed met je? Ja, zeker. Ja, mooi zo, dag. Ivo Opstelten, burgemeester van beroep. Al meer dan 30 jaar. Afgelopen maandag nam zijn opvolger in Rotterdam de Amstketting over. In de stad waar Opstelten's lange carrière een omslag kreeg door de moord op Pim Fortuyn. Meneer Opstelten, mag ik even condoleren met een verschrikkelijk, groot Rotterdams gebeur. Hè? Ja. Het is toch een democratuur als we mogen denken wat we willen, maar het niet uit mogen spreken. Het is helemaal nooit mogen gebeuren. Meneer Opstelten, mijn innige mededeling. Ja, u ook. Ja, dat is een kras. Een zwarte bladzijde in mijn periode. Ivo Willem Opstelten wordt geboren in de hongerwinter in Rotterdam. Zijn moeder is mensendiektherapeute. Zijn vader is bankier. Zelfs in de gegoede klasse heerst honger. Mijn vader en moeder die spraken er ook over. En die zeiden altijd, ja, wij hadden een klein trommeltje. En er zaten twee boterhammetjes in. En die waren voor jou. En de rest was, dat was weinig. Die waren voor ons. De jonge Ivo is een lastige puber. Op zijn 15e plaatsen zijn ouders hem bij een pleeggezin. Hij woont bijna 3 jaar bij de domineesfamilie Faber in Emmen. Ik had misschien wat meer aandacht voor het hockeyen en dat soort zaken. En voor mijn vriendjes en vriendinnetjes dan voor de schoolperformance. Dingen van tegen de zin, verbod van vader en moeder, ging ik via de regenpijp of een laken toch naar buiten en dan ergens naartoe. Hij kwam, ik denk in 1960, in ons gezin. In ons gezin was al jarenlang de gewoonte dat er andere kinderen bij inkwamen. Het was een fantastische familie. Ik heb daarna ook hele goede contacten met ze onderhouden. Met dominee Faber en oom Adriaan en tante Anke. Daar heerste een soort regelmaat, een soort rust. Die verklaarbaar is uit het feit dat het een predikantengezin was waar een stukje normen werd overgedragen. Je wordt toch daardoor zelfstandiger. Dan heb je in bepaalde opzichten ook weer een voorsprong. De vanzelfsprekendheid dat je serieus werkt en je talenten gebruikt, dat zal hij zonder meer opgepikt hebben, want dat was de norm. Er is ook van mijn ouders uit ook echt een band ontstaan naar hem. Ook naar meer kinderen, maar zeker ook naar Ivo. Ja, nu zou het niet meer doen. Totaal geen haar op mijn hoofd die er over zou denken dat mijn kinderen dat vinden. Was ook helemaal niet nodig bij onze dochters. Het allemaal veel beter gedaan dan ik. Maar ik denk dat ik er wel veel aan gehad heb, ja. Laat je zoon studeren, laat hem voor minister leren. Laat je zoon studeren aan een universiteit. Na de middelbare school in Emmen gaat Opstelten rechten studeren in Leiden. Al in het eerste jaar ontmoet hij daar zijn beste vriend Anne Willem Kist en zijn vrouw Mariette. Door vrienden ontmoet je elkaar dan. En dat klikte. Daarna kwam hij gezellig bij mij koffie drinken. En toen nodigde hij me uit om mee uit te gaan. En zo is het gekomen.
hij was al wie hij nu is. Hij was een echt een man voor het gezelschap. Een grote ruimtegever. Hij was er wel, heel duidelijk, maar hij gaf ook ruimte. Leiden is in die tijd een enclave. De roerige jaren 60 gaan voorbij aan het conservatieve bolwerk. Ivo Opstelten is er actief lid van het studentenkoor Minerva. En in de tijd dat ik prezes van Augustinus was, wat ik een hoogst belangrijke functie vond zelf, was Ivo Opstelten lid van de Sociëteitscommissie. Die moest de orde handhaven en had daar de functie commissaris meubilair. Commissaris meubilair. Hele belangrijke functie. Want? Omdat er veel kapot ging. Nou ja, dat is de zwaarste functie binnen Minerva. Waar ga je over? Dat de stoelen er zijn. Je hebt het overleg met de meubelmaker. Maar dan had je van die dronken lorren die dan om 2:30 s'nachts zei... het is bos dat het de haardstoel door de ruit moet, de hele grote ruit. En dan moest hij dat tegenhouden, maar dan heeft hij dat hele rugbylijf. Dan kon hij dat. En als het niet lukte, dan kon hij de glasverzekering bellen. Daar heb ik veel van aan gehad. Veel aan gehad, toch voor later. Een soort openbare orde en veiligheid, ja, afhalen zeggen, letteren. Leraren, ja, nu begrijpen we het ook dat je dat hebt gedaan. Want dat is natuurlijk een vooropleiding voor het burgemeesterschap. Toen gingen de mannen met elkaar ook overleggen wat ze dan in het latere leven gingen doen. En ze werden allemaal heel succesvol. Dat plan was er in ieder geval. Dan moet je op een gegeven moment de keuze maken. En ik ben een mensenman, hou van mensen. Moet je op een keuze maken. Ga je nu de bedrijfsrechtelijke richting uit of de publiekrechtelijke richting? Nou, en ik heb toen gezegd, nou, ik ga voor de publiekrechtelijke richting. Ik wil burgemeester worden. Dus daar was hij eigenlijk al doende met het besef, en dat merkten wij ook, ik ga de publieke zaak dienen. Nou ja, anderen werden bankdirecteur en hij werd burgemeester. Zo was het een beetje. In zijn Leidse periode legt Opstelten de basis voor zijn latere netwerk. Ook in politieke zin. Hij kiest voor de VVD. Je gaat vriendschappen voor je leven aan. En ja, dan heb je zo'n 15 vrienden om je heen. Waar je mee optrekt. Waar je alles mee doet. Is daar de basis van het netwerk van uw man gelegd? Ja, zou het best kunnen zijn. Ja, ja. Absoluut. Het is toch een ijzeren ring die je daar ziet. De mensen die je daar leert kennen, die kan je soms 10 jaar niet meer zien. En je ontmoet elkaar en je begint gewoon waar je 10 jaar geleden opgehouden bent. Sorry, ik moet wel serieus blijven. Goedemiddag. Ja. De burgemeestersloopbaan van Opstelten begint ver weg van Rotterdam. In 1972 roept zijn partij hem al tot het hogere. Hij wordt eerste burger in Dalen, een liberaal dorp op het Drentse Zand. Hij is dan pas 28 en daarmee de jongste burgemeester van Nederland. Ja, als ik daar nu de foto's van zie, dan denk ik, ach, wat was je jong. En ja, het was natuurlijk wel heel bijzonder. Natuurlijk is het erg jong, de jongste burgemeester van Nederland. Maar hij heeft geen kwajongensachtige uitstraling. Hij had een wat statige uitstraling. Ook vanwege natuurlijk zijn postuur en het sonore, zware stemgeluid wat hij zijn hele leven uiteraard gehouden heeft. Had hij toch iets van natuurlijk overwicht. Toen zijn we dan van start gegaan en ik ben nog even een keer om dag rondgereden toen Opstelten hier was. En we gingen overal langs natuurlijk. En toen we hier weer in Dalen kwamen, ik zei, daar staat mais. Oh, heerlijk. Ik zeg, heerlijk? Ik zei, dat eten bij ons de koeien op. Het is natuurlijk een geweldige, energieke man. Een echte doener. Die ja, toch een eerbiedwaardige lijst van voorzieningen in die tijd georganiseerd. Hij wist heel precies wat ik denk dat hij altijd geweten heeft wat hij wilde. Ik heb alleen maar hier in Rotterdam gewoond en in Leiden.
Dus ik, ja, voor mij was alles nieuw. In zo'n boerendorp met de jongveekeuring, dat is eigenlijk mijn eerste herinnering daar. Hij is de hele dag op jongveekeurs geweest, op jongveekeuring. Ondanks dat het in de stroom de regen was, juist. En wist hij er wat vanaf? Nou, hij liet zich goed inleggen. Bij de jongveekeuring, dan werd dus het vee gekeurd. En hield Ivo een verhaal over de stand van de uiers. En dan stond ik met mijn oren te klapperen. Een beetje zielig onder die paraplu. En dan stond je de hele dag in de regen naar die pinken en vaarsen te kijken. En die was nog onder de indruk ook. Ja. Ja, maar goed, zo zijn we gestart. En we hebben het er heel goed gehad. Hij is nog 5 jaar gebleven bij ons, geloof ik. Dus het is nog een redelijke tijd. Maar toen moest hij echt zijn energie kwijt in een wat grotere gemeente natuurlijk. Er zijn dus minder mensen dan verwacht. Minder? Ja, dag. Dag, hoe is het ermee? Kijk eens, dag. Dag, hoe is het ermee? Hé, dag. Ongelooflijk verdiend en daarom ga ik hem nu graag overhandigen. Dank u wel. In 1980 stuurt de VVD Opstelten naar het roerige Delfzijl. De liberaal moet leiding geven aan een rood bolwerk ver weg in het noorden. In Delfzijl heeft hij voor het eerst een toch grote gemeente met grote problemen gehad. Er was een grote werkloosheid. Er kwam te weinig industrie. Er was leegstand in huizen. Daar was gewoon wel aan te trekken. Ik wil proberen dingen tot stand te brengen om die gemeente tot bloei te brengen. Ik ga in op de klachten die daarna bij mij komen of bij de politie. En er is een sluitingsuur. De VVD'er Opstelten moet in Delfzijl zaken doen met PvdA-wethouders. Landelijk staan Den Uyl en Wiegel in die tijd recht tegenover elkaar. De wijze van het kabinet. Het is op zacht gezegd wetgevend gepruts. Om politieke strijd in Delfzijl te voorkomen, nodigt Ivo Opstelten na zijn benoeming de PvdA-wethouders uit voor een gesprek. Bij elkaar deugen ze niet. Toen wij dus dat gesprek hadden, een soort nadere kennismaking dat hij binnengekomen was en hij tegen mij zei van, nou, jij bent dan de wethouder met een aantal portefeuilles, belangrijke portefeuilles. Ik heb toch vanuit mijn nog misschien jonge ervaring, maar toch al heel wat netwerken, zoals het toen misschien nog niet heette, in het Haagse, binnen mijn partij, binnen de Kamer, binnen het departement, noem maar op. Ik wil graag dat wij op dat punt gaan samenwerken. Ik bied je ook heel graag mijn diensten aan. En we gingen met elkaar naar Den Haag en we kregen alles voor elkaar. Ja, hij heeft daar de Eemshaven, ontwikkeld. En dat typeert hem natuurlijk. Nou, hij kon dus met zijn ideeën, zijn aanpak, zijn charisma in zekere zin, kon hij daar een belangrijke bijdrage aan leveren. En dat heeft hij ook gedaan. Ik denk dat hij buitengewoon gespitst altijd is om mensen erbij te krijgen en bij te houden. En dat hij dat op allerlei manieren, of het nou privé, maar zeker ook in zijn, in zijn openbaar bestuur carrière, dat hij dat ook altijd gedaan heeft. Ja, dat zit in hem. Politieke twisten waren er nooit, want u was de VVD-burgemeester, u zat er in een rode gemeente. Fantastisch samengewerkt. U bent geen man van de ruzie, hè? Nee. Nee, als het moet kan ik wel een, ik zeg wel wat ik vind. En uiteindelijk komen we er wel uit. Vanavond viel hij niet uit zijn rol. En daar heb ik een beetje geluk bij gehad. Dus neemt u niet al te serieus wat hij zei. Maar ik heb het toch gewaardeerd. Had hij ook zo'n prachtige, slechte Franse uitspraak. Il n'y a que dans le monde trois villes, Londres, Paris et Delfzijl. Dan had hij uiteraard de lachers op zijn hand, terecht. En dan kon hij zijn verhaal, kon hij ons verhaal kwijt. Maar dat ontspant en dat geeft een goede sfeer altijd. En
Dat is heel belangrijk. Ik bedoel, je kunt alles natuurlijk, er zijn hele serieuze dingen altijd aan de hand. En dat is ook heel belangrijk. Maar het moet in een ontspannen sfeer allemaal besproken kunnen worden. Dan bereik je ook veel meer. Iedereen wist ook wel van tevoren, nou, het is geen blijvertje. De man heeft zoveel capaciteit en zoveel ambitie ook. En dan was ambitie ook niks op tegen. Hij ging dus ook weg. In Utrecht krijgt Opstelten als eerste burgemeester in Nederland te maken met de Leefbaarbeweging. In 1998 wordt die partij vanuit het niets de grootste partij in de gemeenteraad van Utrecht. Leefbaar Utrecht trekt zich niets aan van de mores in de raad. Politieke carrière. Meneer Westbroek, mag het van Miltenburg zijn? Het mag voor mij best. Het mag ook Miltenburg zijn, wat u wil. En wat meneer Van Miltenburg suggereerde. Die Opstelten, en ik reageerde altijd fel. Die kon daar natuurlijk geen orde in houden. Wat dat wil zeggen, hij probeerde het niet eens. Dus het werden wel eens een beetje Poolse landdagen. Maar ook, het was iemand die nog nooit onder moeilijke omstandigheden vergaderd had. Nee, ja, hij komt niet scheldend thuis. Maar er waren natuurlijk wel eens situaties waarin hij dan zei van nou. Het was letterlijk een culture clash. Wij stonden voor politieke vernieuwing, waar hij de personificatie was van alles wat voor oude politiek stond. En hij wou dus nooit een vraag beantwoorden, want ja, dat hoorde niet. Ik bedoel, het bestuur was goed en, en dan moest je je verder niet mee bemoeien, je moest ervoor buigen. Opstelten kwam uit een traditie van het vleesgeworden harmoniemodel. Dus een beetje pappen, een beetje nat houden. Joh, je zit nou niet in de stadsregering, maar over 4 jaar zit je het wel. Lief zijn voor elkaar. En ja, dat was eigenlijk de essentie waar de leefbare beweging voor stond. En waar ze een einde aan wilden maken. De raad, ze luisterde wel uiteindelijk in die... Ook de heer Westbroek? Ja, zeker. Misschien zal hij dat ontkennen, maar dan moet hij nog eens even goed nadenken. En de beelden zullen hem, als je die voorhoudt van de raadsvergadering van toen, uiteindelijk deed hij wat ik zei. Zijn die lessen uit Utrecht belangrijk geweest voor zijn overstap naar Rotterdam? Zonder enige twijfel. Ik had eigenlijk geen enkele hoop dat hij wat zou worden in Rotterdam. Ik had een beetje meelijden met die Rotterdammers. Ik denk, ach, heb je zo'n brekenbeentje gehad, die daar ook in zo'n situatie terechtkomt. En toen bleek hij zich opnieuw te kunnen uitvinden. Ja, ik denk dat ook hij daar heeft moeten zoeken naar een goede weg. Dat hij die gevonden heeft, staat voor mij vast. In 1999 komt de burgemeesterspost in Rotterdam vrij. Al decennia lang besturen PvdA-burgemeesters de stad. Net als in Delfzijl wil de liberaal Opstelten burgemeester worden van een rood bolwerk. Het lukt en hij mag terugkeren naar zijn geboorteplek. Ja, dat is iets waar ik totaal nooit rekening mee heb gehouden. En wat gebeurde? Het was niet het idee dat het überhaupt mogelijk was, dat het erin zat. Want Rotterdam is een rode stad. Ja, ja. En wat dat betreft was Rotterdam wel een vervulling vanwege Feyenoord. Ik vond het wel leuk natuurlijk. Wie had dat ooit gedacht? Dat was meer mijn reactie. Stel je voor. Feyenoord is belangrijk, hè? Het is Beatles of Rolling Stones, Ajax of Feyenoord. Dat zijn de definities die... hij was Feyenoord. En de Beatles of de Rolling Stones? Rolling Stones. De Stones. Ja. Zonder enige aarzeling, ja. Kijk eens, ja. Dag mevrouw, Opstelten. Welkom in Opstelten. Ja. Het ziet er mooi uit natuurlijk. Ja, ik zal er maar zitten. Het leeft wel naar een beeld. Is dat niet te vroeg? Huh? Mijn moeder heeft geweten dat hij benoemd zou gaan worden. Maar
Maar de feitelijke beslissing, het feitelijke echte kabinetsbesluit, vond plaats op de dag dat mijn moeder werd begraven. Als zoon sta je dan een stukje tekst te spreken. En ik keek op naar die groep mensen en daar zat Ivo tussen. En ik wist dat die dag die formele benoeming zou afkomen. En dan denk ik dat Ivo die dag ook een paar andere dingen had kunnen gaan doen. Maar hij koos ervoor om toen bij ons in die kerk te zijn. Onaangekondigd en zonder ophef. De Rotterdamse periode is natuurlijk van nationale betekenis. En dus is hij ook van nationale betekenis. En ja, we hebben daar de verkiezingsoverwinning, Fortuin. Ik denk dat dat voor Rotterdam en dus ook voor haar burgemeester een kantelpunt is. Voorjaar 2002. Rotterdam maakt kennis met Leefbaar Rotterdam. De campagneleider van de nieuwe partij van Pim Fortuyn is een oude bekende van Ivo Opstelten. Broos Snets, de man van Leefbaar Utrecht, die het Opstelten in de Domstad zo lastig heeft gemaakt. Op een bepaald moment had ik Pim Fortuyn meegenomen om kennis te laten maken met het Rotterdamse bedrijfsleven wat hier aanwezig was. En ik stelde Pim Fortuyn voor aan Ivo. En Ivo, ik vertelde Ivo van, Ivo, maak je borst maar nat, want jij denkt in Utrecht wat meegemaakt te hebben, maar dat wordt in Rotterdam nog een stukje erger. En toen sprak Ivo de legendarische woorden van, ach broers, dat zal zo'n vaart niet lopen. Die Rotterdammers die zijn veel nuchterder dan die Utrechters. Ik zeg, nou Ivo, wij spreken elkaar nog. En de rest is geschiedenis, zal ik maar zeggen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vaagt de partij van Pim Fortuyn de oude politieke partijen weg. Vanuit het niets wordt Leefbaar Rotterdam de grootste partij van de Maasstad. Ik herinner me nog dat ik ook in de burgerzaal was toen die uitslagen bekend werden. En ja, er was natuurlijk toch wel een aardverschuiving. En daar was iedereen toch ook wel even een beetje van, ja, van geschrokken. Ik bedoel, het was wel een heel duidelijk signaal wat daar afgegeven werd. Ja, dat was een jubelavond. En ik en ja, je merkte ook aan de burgemeester de verbijstering eigenlijk. Hè? En de verrassing van, ja, hoe is dit nou mogelijk? Hè? Dus dat is iets wat je nooit vergeet. Leefbaar Rotterdam, 16 zetels. Hè? En dat werden er zelfs nog 17. Toen werden er 17, moest ik toch wel even slikken. Ik was, dat zeg ik eerlijk, ik was wel in een half uur hersteld. En zei, nou, dit zijn de feiten en zo gaan we en daarmee gaan we aan de slag. Ik heb wel eventjes met hem gesproken en toen heeft hij ons gefeliciteerd. En toen zei hij, joh, er rust wel een verantwoordelijkheid op jullie schouder. En toen heb ik gezegd, ja, daar zien we niet tegenop. De heer W.S.P. Fortuyn. Zo waardig helpen mij God almachtig. Samen met 24 andere nieuwelingen wordt hij beëdigd als raadslid. Het was meteen... Maar nog geen twee maanden later is alles anders. NOS Journaal. Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Wat niemand voor mogelijk hield in Nederland is dus toch gebeurd. Een politicus die op campagne was die de dood vindt. We zitten daar gewoon hier tegenover in de BMW-kamer met alle fractievoorzitters te vergaderen, behalve Pim Fortuyn. En toen kwam rond 5 voor 6 een bode binnen met een briefje. Toen ging hij weg en kwam terug. En toen zei Opstelte tegen ons, mensen, ik heb verschrikkelijk nieuws. Fortuyn is neergeschoten. Dus ik heb meteen ben ik het bericht gaan checken of het klopte. Vervolgens de korpschef en de hoofdofficier hier gevraagd hier te komen. Dat was cruciaal, want het zette meteen de koers voor hoe men door de enorm moeilijke situatie heen zou moeten komen. Er gingen allerlei geruchten vrij snel daarna. Wat voor geruchten? Nou, over burgers die zich gingen wreken op Marokkanen, dus allerlei opstanden. Dan beseft Opstelte voor zichzelf, dit is een drama voor de stad. Kan ook een drama zijn voor mij. Hoe kom ik daar doorheen? En dan
is het zo dat hij zich solidariseert met de leefbaren. Hè? Hij gaat zelfs in gebed voor in de vergadering. Burgemeester is remonstrant, dus we hebben daar even met elkaar stilgestaan bij de verschrikkelijke gebeurtenis. Ja, nou, dat was dat ging eigenlijk vanzelf, wat ik me daar ook nog van herinner. En toen hebben we gebeden in de wetenschap ook, dat Fortuyn natuurlijk ook een katholiek was en gelovig was. En dat is ook een beetje in zijn geest gebeurd, ja. Ik vind dit wel indrukwekkend, hoor. Hij was degene toen die symbool stond voor de wat met een mooi woord heet, de empathie die je als eerste burger van de stad moet hebben naar mensen die in diepe rouw gerompeld zijn. Wij hebben het in de dag. En Fortuyn was in Rotterdam, hè? En die wil Rotterdam blijven. Ja. Maar wij hebben zo, het lijkt me of een familielid van mij is overleden. Zo voelen heel de aantallen. Maar waar het in zo'n situatie om gaat, is allereerst het reguleren, het kanaliseren van de collectieve stress, van de woede, van de emoties die zich van de samenleving op zo'n moment meester kunnen maken. Nou, als er iemand is die de kunst verstaat om de collectieve stress in zo'n stedelijke samenleving op zo'n moment te kanaliseren, dan is het Ivo Opstelten. Ik zie hem daar nog op de televisie in het stadhuis rondlopen, waar iedereen condoleanceregisters kon tekenen. Nou, we hebben natuurlijk allemaal het beeld dat hij met Mariette daar voorop in de stille tocht loopt. Opeens was hij de burgervader die de stad bij de arm nam of omarmde en ze door deze moeilijke tijden heen hielp. Na de moord op Fortuyn ondergaat Opstelten een politieke gedaanteverwisseling. Goedenavond. Rotterdam gaat kansarme migranten spreiden over verschillende wijken. Dat zegt burgemeester Ivo Opstelten. Na jarenlang harde optreden is het Centraal Station in Rotterdam weer toonbaar. Junks, wielers en daklozen zijn nagenoeg verdwenen. De actieplan van Rotterdam om kansarmen niet meer toe te laten tot de stad krijgt op grote lijnen de steun van de coalitiepartijen. Zogeheten zero tolerance beleid. CDA, VVD, zelfs de kleinste overtreding wordt beboet. Junks, dealers en bedelaars worden gebied.